bij de sonaten van Brahms ervaar ik voornamelijk het leven van Brahms zelf. Ja, zijn wel en wees die hij heeft gehad. Ja, en dat, zeker dat langzame deel komt af en toe zo emotionele en krachtige klanken naar voren, waar je echt de droefheid die hij heeft meegemaakt laat horen. Ja, je studeert hoe je zelf denkt wat het moet zijn en dan ja, Ravo Walfi schiet er nog met zijn ervaring en zijn muzikaliteit nog meer onderwijs om dat stuk nog beter tot zijn recht te laten klinken. Dat maakt het verschil heel groot, ja. Not too soft too soon. You're still diminuendoing, really. Yeah. So could we let me hear you do that much more gradually? Even when it says pianissimo, I'm not really pianissimo.